Ja, welkom op het leerplatform Video 3. In deze video laat ik je zien hoe en waar je jouw competentie-inzichten kunt testen om daarmee het certificaat Gouden Verkoper, Gouden Manager en Gouden Teamspeler te kunnen verdienen. Lukt dat niet in één keer, dan in twee keer of in drie keer? Helemaal prima, neem je tijd. Dit leerplatform is bedoeld om te verbinden en om te leren en om te delen, maar vooral op daar waar jij blij van wordt. We beginnen weer vanuit het podium. We gaan eerst naar de button Mijn profiel en talent. Dan kom je op jouw talentenoverzicht. Alles weer keurig op een rijtje. En dan wilde ik je even meenemen in deze drie items. Mijn teamrol, klantenservice, verkoopprofiel en mijn leiderschap. Dat zijn de drie trainingen die klaarstaan in de Academy. Mijn teamrol, dat gaat over het Gouden Teamtraining. En laat ik even zien. Mijn teamrol training bestaat uit 16 hoofdstukken en bestaat ook uit 16 taakpunten. Mijn leiderschap, dat is de Gouden Manager training, bestaat ook uit 8 taakpunten, betekent ook 8 hoofdstukken. En dan gaan we naar de klantenservice verkoopprofiel. Dat is de Gouden Verkooptraining. En die bestaat uit 10 hoofdstukken en ook weer in de Academy te vinden. Nou, om te weten waar wil je in gaan leren, dan kun je op zo'n lichtgrijs puntje klikken. Nou, dat doe ik nu even, zo'n staafdiagram. Dan opent hij dat. Dat geldt straks voor de Gouden Teamtraining net zo en voor de Gouden Manager ook zo. Als je straks de matching doet, kun je op het lichtgrijze stukje klikken en dan kun je start direct die e-learning Gouden Verkoper. Dan ga je naar de learning. Dat laat ik nu zien. Klik erop. En dan opent die. En de start van de Gouden Verkooptraining. Als ik hierop klik, dan start ik de training. Dan laat ik zo even zien. Ik ga even terug naar mijn profiel en het talent. Want, wat ik al zei, het is natuurlijk ontzettend leuk om met elkaar te gaan leren. Dat is ook het doel van dit platform. Samen leren, samen verbinden, samen ontdekken. Innovatie, leiderschap, teamontwikkeling, organisatieontwikkeling. Betekent dat je ook jouw plan kan maken. Dus als je een persoonlijk plan maakt en je gaat aan de hand van dat persoonlijk plan naar de Academy, dan kun je dus deze drie cursussen doen. Die staan hier klaar. Nou, de Gouden Verkooptraining, die staat hier klaar, Gouden Verkoper. Deze zijn nog in ontwikkeling, die staan nog achter een scherm. Nou, nog leuker is het natuurlijk om ook te delen met de mensen uit je netwerk, om eens te gaan kijken, wat kun je van elkaar leren. Nou, als je daarop klikt via netwerk, dan kom je in de leden van de netwerk op dit moment, waar jij een onderdeel van uitmaakt. En dan zie je dat er 87 mensen in het netwerk zitten. Nou, daar kun je op klikken. En dan kun je zeggen, joh, ik zou graag met je willen connecten. Voeg me toe als vriend. Je kunt een privébericht sturen. Je kunt een openbaar bericht sturen. Uiteraard, alles wat openbaar is, ziet ook iedereen. Alles wat privé is, niet. Je kunt elkaar kudo's geven. Dus cadeautjes geven van, wauw, dankjewel voor dit compliment. Of dankjewel voor deze informatie. Hier kan ik wat mee. Zo kun je met elkaar gaan verbinden. Goed, weer even terug naar het talent. Ik ga naar klantenservice, verkoopprofiel en ik denk, nou, ik wil wel eens wat leren over nou, dit stukje. Dan ga ik daarop klikken en dan kom ik in de Academy. Je kunt ook in de Academy terugkomen via deze button en de voortgang van de trainingen die je hebt gedaan, die kun je hier zien. Dus dat de drie trainingen en je kunt straks precies zien waar je bent. Ik zal hem even openklappen en dan zie je dat je nog niet alles voltooid hebt. Dus ik ga hem even terug doen. Oké. Nou, als je op het podium staat, op de homepage, dan zie je dat er ook de cursussen klaarstaan. Als je daar op de Gouden Verkoper klikt, dan kom je ook weer in de Academy uit. Nou, ik ga weer eventjes vanuit talent en naar de klantenservice, want dat vind ik gewoon een mooie route.
En dan geeft overzicht. En dan klik ik erop. En dan ga ik starten. Gouden verkooptraining. Klik op de link. Ik kan hem ook hier aanklikken. Nou, laat ik dit maar even doen. En dan zie je dat er een heleboel paragrafen zijn. En inderdaad 10 hoofdstukken. Die loopt nog even door hier. En die kun je stap voor stap doorlopen. Ik klap hem weer even dicht. En dan zeg ik, ik ga starten. Nou, hier heb je nog het menu. Hier kun je ook volgen wat je allemaal gedaan hebt. Die klap ik even dicht. Dat geeft wat ruis. Dus het is wat overzichtelijker. En dan zeg ik, start. Daar ga ik mee beginnen. En de allereerste vraag die we hebben is natuurlijk, ja, ik heb kennis genomen van het verbod op kopiëren en reproduceren van alle informatie. Ik klik op ja. En dan gaat hij dit vastleggen, zodat het juridisch helemaal dicht is. En dan kunnen we verder gaan. Ik klik hier om verder te gaan. Nou, heel veel filmpjes. Kijk er maar naar. En aan de hand van elk filmpje komen er ook vragen. Dan klikken we op. En dan zie je de vragen. Ik ga maar gewoon even een aanname doen. Zo, ik klik hierop en dan gaan we door naar de volgende vraag. Nou, hier moet je iets in orde, in een overleg volgorde zetten. Dat doe ik ook even zo. En dan klik je gewoon door. Aan het einde van elk hoofdstuk, ik klik maar gewoon even wat, dan is de quiz afgerond. En dan gaat hij een uitslag doen. Je hebt nul punten gehaald. Je moet een bepaald percentage halen om door te kunnen gaan naar de volgende. Je kunt de vragen weer terugblikken. Want waar heb ik antwoord op gegeven en zou dat een ander antwoord zijn? Dan kun je weer verder, want het is ook een learning. Het is niet alleen maar goed-fout, maar het is ook de bedoeling dat je ervan leert. En dan kun je weer verder gaan met de cursus, zeg maar, de training. En dan ga je weer opnieuw. Nou, dat is even tot zover de gouden verkooptraining. Ik ga zo meteen ook even laten zien hoe het verder gaat als je totaal geslaagd bent. En dat laat ik je nu zien. Nou, we doen net alsof we aan het einde van de cursus zijn. Dus ik heb hier een paar vragen als fake vragen, even als voorbeeld gemaakt. En daar ga ik antwoord op geven. Ik pak maar wat. Antwoord 1, antwoord 2, antwoord 3, en dan gaat hij kijken, heb ik de antwoorden goed gegeven? Nou, ik heb 100% behaald, dus ik ga door. En dan staat hier, je hebt het certificaat verdiend. Dat betekent dat als je alle meer dan 100 vragen goed beantwoord hebt, dan kom je hier. En dan kun je uit gaan klappen naar de historie van je test. Maar je kunt ook het certificaat downloaden. Dat ga ik nu doen. En dan zie je de uitslag. Ad van Beek gaat voor goud. Heeft de gouden verkoper training doorlopen. Mijn score is 100% met de datum erbij. En een signaal en een ondertekeningetje van mij. Nou, dat is hem. Het zou hartstikke leuk zijn als je dit certificaat uitprint en daar een leuke selfie van maakt. Dat online zet op LinkedIn, op social media. En daar natuurlijk een leuk enthousiast verhaal over houdt. Dus dat was hem. Gefeliciteerd met het proces. Ik wens je ook veel plezier met het proces. Want leren is leuk. Het moet niet alleen maar in één keer goed zijn. Het is leuk om er juist van te leren. En ik ben heel benieuwd wat je ervan leert. Succes!